Van de buitenkant zie je vaak niet dat mensen geldzorgen hebben. Het kan ook iemand zijn uit jouw kring. Denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande met een AOW-uitkering, een meisje wat niet naar een verjaardag kan omdat ze geen cadeautje kan betalen of een vader die net zijn baan verloren heeft. Ruim 7000 Zevenaarse huishoudens lopen financieel op het randje. Het lukt vaak niet om hun eigen financiële problemen onder controle te krijgen. Bijvoorbeeld door het op tijd in beeld brengen en betalen van beginnende schulden. Dat noemen we vroegsignalering. Schulden zijn vooral een probleem voor de mensen zelf. Het zorgt voor ruzies, schaamte, echtscheidingen en eenzaamheid. Allemaal redenen waarom we graag schulden op tijd willen voorkomen. Op dit moment helpen we 123 huishoudens om van hun schulden af te komen. Maar we bereiken ze natuurlijk nog lang niet allemaal. We doen al veel voor onze inwoners. Zo nemen we eerder actie bij het ontstaan van beginnende schulden. Wij maken onze brieven eenvoudiger. Wij werken nauwer samen met onze maatschappelijke partners en we creëren gelijke kansen in het onderwijs. Verder zijn we aangesloten bij de Nederlandse schuldhulproute. Werken we met het schuldenknooppunt, het convenant lokale overheid en het landelijk waarborgfonds. Ook kunnen mensen nu in 1,5 jaar tijd hun schulden oplossen in plaats van 3 jaar. En natuurlijk zorgen we voor een goede nazorg, zoals bijvoorbeeld met het schuldhulpmaatje. Als laatste draaien we een proef om kleine ondernemers met financiële problemen te helpen. En zo zijn we nog veel meer dingen waar we mee bezig zijn. Dit alles om een steentje bij te dragen aan het helpen van onze inwoners met geldzorgen. Dit alles om ervoor te zorgen dat zij zich zinvol voelen, erbij horen en het gevoel hebben ertoe te doen. Want dat is toch iets wat we allemaal willen.